Nou, op de boulevard, op de scheepsbouw, de geschiedenis, de haven die zo mooi gerestaureerd zijn. Dus veel dingen waar ik trots op ben. Ik ben trots op de firma Dame in Zeeland. Omdat zij heel veel doen in schepenbouw. Het is al minder dan vroeger met de Schelde. Maar ja, het is een groot bedrijf en ik denk dat Zeeland daar veel werknemers in heeft. Zeeland is een provincie van scheepsbouwers en zeevaarders. Overal ter wereld zijn Zeeuwen te vinden die actief zijn in de maritieme sector. Maar uiteraard ook in Zeeland zelf. Ik ben trots op hoe wij hier als bedrijf van begin tot het einde complexe moderne marineschepen kunnen bouwen, ontwerpen, bouwen en te werk kunnen stellen. Ik ben Kira Widart en ik ben commissioning engineer bij Dame Naval. En het werk inhoudelijk van een commissioning engineer is vooral het in bedrijf stellen van de systemen aan boord van het schip, van het uiteindelijke product. En ook eigenlijk het samenwerken van die systemen onderling, waardoor je schip kan functioneren als een schip zijn. Dame Naval bouwt marineschepen, maar eigenlijk doen we dat allemaal vanaf het wit vel tot en met oplevering van het hele schip. Dus we beginnen met een wit vel en met eigenlijk eisen van de klant of wensen van de klant. En die gaan we bekijken, engineeren. We komen met een concept. Vervolgens wordt het concept uitgewerkt bij engineering tot een schip. Dan krijgen we een werkvoorbereiding, een productie. En uiteindelijk gaan we de productie, dus dat wat er gebouwd is, ook commissionen en in bedrijf stellen. En dat, juist dat samenspel van dat hele traject, dat is wat ik echt ontzettend leuk vind aan het stukje commissioning. En wat ik dan zelf echt nog het allerleukste vind, is dat het eigenlijk net niet werkt hoe het zou moeten werken. En dat we moeten gaan uitzoeken van, oh, maar waarom werkt het nou niet? Dus dat is wat het voor mij echt heel leuk maakt. Het schip dat we hier achter me zien is de Den Helder. Dat is een schip dat wij bouwen voor de Nederlandse marine. Het schip wordt momenteel gebouwd op de werf in Roemenië. Dat is ook een damewerf. En we doen ook heel veel innovatie en research gezamenlijk met de Nederlandse marine. Buitenom marineschepen bouwen wij ook nog specials, zo noemen we dat. Een voorbeeld daarvan is het Antarctic Supply and Research Vessel. Dat is een schip dat we gebouwd hebben voor de Australische overheid. En die ijsbreker is ondertussen ook een onderzoeksschip en een bevoorradingsschip. Die ontwerpen we ook helemaal, die bouwen we helemaal en die leveren we ook op aan de klant. Ik denk dat wat wij hier doen, dat je dat nergens anders in Nederland kan doen. En zeker niet op deze manier en zeker niet de functie die ik hier heb. Omdat er tegenwoordig ook niet meer heel veel natuurlijk gebouwd wordt in Nederland en op die manier gecommissioned wordt in Nederland. Dus ik denk dat we echt wel uniek zijn in wat we doen in Nederland. En het is helemaal geweldig dat we dat natuurlijk hier in Zeeland doen. We kunnen echt wel trots zijn op de producten die we hier maken, op de schepen die we bouwen. Juist door hoe complex en hoe modern ze toch ook zijn. En ik denk dat we daar gewoon ontzettend trots op kunnen zijn. En ik denk dat je dat ook wel heel erg voelt hier in het bedrijf, hoe trots iedereen is op dat wat we uiteindelijk maken. En nou, dat is gewoon, dat is het voor mij het mooiste. Ik ben super trots dat ik de rol heb om samen met mijn team hier een hartstikke mooi museum van te maken. En ik ben eigenlijk ook trots op wat we kunnen laten zien van de geschiedenis van Zeeland in dit prachtige museum. Ik ben Onno Bakker, ik woon in Vlissingen en ik ben directeur van het Maritiem Museum Zeeland. Ik denk dat dit een van de mooiste plekken is in Zeeland om te wonen, zo direct aan de kust. Omdat ik in de cultuur belandde, via op een gegeven moment, dan werd ik gevraagd van wil je hier directeur worden? Nou, daar heb ik meteen ja op gezegd natuurlijk. Ja, zoals je ziet zijn we nog volop in verbouwing. Binnenkort heropenen we dit prachtige nieuwe museum. We willen vooral de geschiedenis, de maritieme geschiedenis van Zeeland laten zien. We zijn inmiddels 4 jaar bezig met na te denken en een andere vorm te geven aan het museum. Wat heel belangrijk is dat we inzetten op de beleving van de geschiedenis. Dus je wilt echt tot leven wekken, je wilt de mensen meenemen in de geschiedenis, zodat ze zich kunnen identificeren met allerlei personen die een rol gespeeld hebben. En je wilt ook interactief maken, want we willen vooral ook dat jongeren die geschiedenis leren kennen. Ja, hier gaat het over navigeren. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het uitvaren van schip, het veilig naar de open zee brengen. En dat leren we. En eigenlijk willen we een nieuwe generatie kennis laten maken hoe leuk het is om later zeevarender te worden. En daar hebben we dit spel ook voor bedacht.
we hopen dat als mensen uit het museum stappen, dat ze snappen hoe belangrijk de zeeuwen zijn geweest in de geschiedenis. Hè, de trots die we daarvoor hebben. Dat ze ook misschien nog een keer zeggen, goh, ik wil er meer over weten hoe dat nou precies in elkaar stak. Ja, natuurlijk vertellen we ook het verhaal van Michiel de Ruiter. Maar we beginnen eigenlijk met de jonge Michiel de Ruiter. En dat zie je achter mij. Michiel de Ruiter begon aan de lijnbaan in Vlissingen. Voordat hij eigenlijk de rest van de stappen in zijn loopbaan maakte. En ook als je nu kijkt naar Vlissingen en Zeeland als maritieme provincie en stad, is dat nog steeds heel veel mensen hier in die zeevaart actief zijn. En ja, dat was vroeger zo, dat is nu zo. En we laten eigenlijk zien dat dat van alle tijden is. Ja, hier eindigt de tentoonstelling. Dus dan heb je de hele geschiedenis aan je voorbij zien trekken. Maar dan gaan we even terugblikken. Om nog een keer kritisch te kijken van hoe denken we nu over de geschiedenis door de ogen eigenlijk van het heden. Volgens mij kan je niet om onze geschiedenis heen en vind ik eigenlijk dat je verplicht naar het Maritiem Museum Zeeland moet komen om dat stukje van die geschiedenis waar we met z'n allen eigenlijk trots op zijn, om dat ook mee te krijgen. Ik ben heel erg trots op het feit dat ik dit heb kunnen bereiken, maar ik ben nog veel trotser dat ik deel uit mag maken van dit bedrijf. En ik vind het super mooi dat wij met z'n allen, bemanning, kantoor en de familie Muller, met z'n allen zo'n mooi bedrijf kunnen opzetten. En dat we heel hard groeien met elkaar. En ik hoop dat we met z'n allen dat ook mogen doorzetten. Ik ben Bianca Pilaat en ik werk bij de firma Multiship. Dat is een sleepvaartbedrijf uit Terneuzen. En mijn rol daar is operations en crewing manager. En het houdt in het kort in dat ik samen met mijn team van 7 mensen zorg dat de boten kunnen varen, dat ze brandstof hebben, eten hebben en dat de juiste mensen aan boord zitten en dat ze weten wat ze moeten doen. Nou, we staan vandaag op de Multiship 28. Dat is een van de sleepboten die in de havensleepdienst werkt. Dat betekent dat het een schip is die de grote zeeschepen die binnenkomen helpt naar hun lichtplaats en van hun lichtplaats af. De schepen kunnen zelf varen, hebben zelf een machine, hebben zelf een roer. Maar omdat het Westerschelde redelijk smal is, hebben ze soms even hulp nodig van een kleinere boot die heel sterk is. En die zich dan naar een lichtplaats toe helpt of van een lichtplaats af helpt. Nou, dit is een afdeling van Multiship, de Operations Crewing afdeling. En in principe met het hele team wat hier zit, zorgen wij dat de boten in Nederland, maar ook over de hele wereld kunnen varen. Dat ze hun materiaal hebben aan boord, dat de juiste mensen aan boord zitten. Dat ze bevoorraad worden, et cetera. En hier hebben we in principe het planbord, waarbij voor ons eigenlijk alle crew inzichtelijk is. Dus de mensen die aan boord zitten, maar ook de mensen die thuis zitten. Zodat we heel snel kunnen schakelen en eigenlijk met één blik op het bord kunnen zien waar onze boten uithangen, maar ook waar onze mensen aan boord zijn. Dit is eigenlijk het kantoor van Multiship, ons tussenkantoor. Volgend jaar hopen we daar waar de kraan staat in ons nieuwe kantoor te zitten. Daar zijn we nu druk aan het bouwen. Het kantoor komt dan direct aan de Westerschelde met de boten voor de deur. Dus dat maakt de interactie met de vloot weer een stuk beter. Wij hebben het voordeel van de Westerschelde en het kanaal van Gent aan Terneuzen. Maar als we wat meer naar het noorden gaan, dan zie je daar de Oosterschelde. Dus je ziet eigenlijk dat in Zeeland alles gelinkt is aan het water. Met mijn maritieme hart. Het water geeft heel veel transportmogelijkheden, recreatiemogelijkheden. Je ziet eigenlijk dat daar wel de kracht van Zeeland ligt. Nou, ik ben zelf zeevaarder van achtergrond. Ik heb mijn varende carrière begonnen bij de Koninklijke Marine. Daar heb ik zelf als stuurvrouw een aantal jaar mogen rondlopen, heel veel geleerd. Maar als je eenmaal dat zout water in je aderen hebt, en ik ben natuurlijk al een Zeeuwse, dus ik had al een beetje zout water in mijn aderen. Maar door het varen is dat nog versterkt. Als je eenmaal in die maritieme wereld zit, is het eigenlijk een soort verslaving. Uiteindelijk ben ik via wat omwegen terechtgekomen bij Multiship. Heel veel met boten te maken. Ik vaar zelf niet meer. Maar u ziet, ik mag hier gewoon dagelijks eigenlijk op een boot rondlopen. Ik mag met de bemanning praten. Ik mag meevaren. Ik doe inspecties. Dus het is zo variabel in mijn werk, zo fascinerend. Ja, dat is eigenlijk heel aantrekkelijk. En ja, daar wil ik eigenlijk nooit mee stoppen.